사랑 하나만. President Desiree Boutersen bracht op dinsdag 26 februari een bezoek aan de openbare school Kampong Baru in het district Saramaka. Vooral de kinderen waren dolblij met de komst van het staatshoofd. De president werd tijdens de rondleiding onder meer geïnformeerd over de nieuwe technieken op het gebied van landbouw die de schoolkinderen krijgen. Het gaat hierbij om het bekende aquaponics systeem. Nooit de president gaat op school. Ik ben ook leerling hier geweest en het is een eer om hem te mogen ontvangen. Ja. Hij is komen kijken hoe de school namelijk de nieuwe technieken van landbouw aan de kinderen overdraagt en zo. En wat de mogelijkheden kan bieden voor land en volk. En ze kregen drie. Ze kregen de oude systeem, ze kregen de aqua systeem en ze kregen de hydro. Alle systemen leren we ze nog niet komen. Dat is wel. Ik gewoon vooral voor zeg maar, de moeders, dat ze ook wel vis kunnen kweken. Je hebt vis te eten, je kan ook vertolken, kan je verkopen, noem maar op. Dus dit moeten we natuurlijk sowieso gaan stimuleren om ze te laten zien dat het ook anders kan. Nou, fantastisch, omdat we al langer mee zaten om dit te doen voor het land. Om mensen de alternatieve methodes eigenlijk bij te brengen. Dus mijn dag kan niet meer stuk van. We willen de mensen laten zien dat er meer alternatieven zijn dan de normale traditionele landbouw. We hebben de president laten zien dat je door middel van vissen ook kan planten. En hoe gebeurt dat? Je voert de vissen. In het voer zitten alle elementen, alles wat de planten nodig hebben. De vissen die poepen dat uit. Dat wordt weer naar een filter gebracht. In de filter zijn er bacteriën die groeien. De bacteriën zetten dat allemaal om in opneembare stoffen voor de planten. De planten nemen op wat ze nodig hebben en er komt weer schoon water naar de vissen. Dus dat is een hele cyclus. Dus de planten, de bacteriën en de vissen zijn dan blij. Nou, de president was geïnteresseerd in de systemen die we opbouwen. We hebben hem dus de verschillende manieren van planten laten zien. Hij zelf gezien wat het resultaat is van die aquaponics systeem. En ik denk dat hij zelf onder de indruk is van hoe het systeem werkt. Omdat het gaat om onbespoelde groenten, de alternatieve landbouw waarbij je niet echt arbeidsintensief bezig hoeft te zijn om een hele goede resultaat te hebben. Planten zoekgroenten in een bed van 1 meter bij 24 en hij had er 800 plantjes erin. En met het systeem dat wij voor hem gebouwd hebben, heeft hij nou 3600 plantjes erin. Zelfde ruimte. Met andere woorden, zijn productie is nu 2,3 meer geworden. Dus in hetzelfde ruimte heeft hij meer productie, meer geld. We hebben elke week een oost. En de kinderen leren zaaien, de kinderen leren planten onderhouden en ook netjes omgaan met het milieu eigenlijk. In principe kan je al na 6 weken geld mee beginnen te verdienen. Want als je praat over amsoi, paksoi, kaisoi, kailan, dat zijn producten die je na 6 weken kan oogsten. Dus na 6 weken kan het je al geld beginnen op te leveren. Ik heb de president dus ook aangegeven dat de randvoorwaarden goed geregeld moeten worden. En dan praat ik over te kijken naar de landbouwers, de ondernemers, waarbij er zaken gecreëerd worden voor deze mensen om het eigenlijk een beetje mooier voor hun te maken, het ondernemen. Landbouw is iets, het is, je hebt je ups en downs soms, dus we moeten ook gaan kijken hoe kunnen we daarin spelen. We moeten de instrumenten hebben waarmee we werken, want wij planten digitaal.
Dus ook de zaken die nodig is, moeten eigenlijk toegankelijk zijn voor iedereen. De meststoffen, de meters, noem maar op. Daar moeten we naartoe, zodat... En dan kunnen we werkelijk gaan naar die voedselscheur. Ja, daar geloof ik heilig in. Kijk, als je plant, zelf plant, weet je precies wat je eet. En met dat dan kan je zeggen dat je een stukje inkomen van je een beetje hebt vermeerderd. Je gaat niet zoveel uitgeven aan groenten die je zelf hebt geplant, dat is één. En je eet gezond. En de boodschap die ik wil geven, we moeten allemaal ook proberen om gezonder te gaan eten en leven.